Malafide webshops kapen oude websites. Criminelen maken op grote schaal gebruik van oude vrijgekomen domeinnamen. Op deze sites verkopen ze dan nepproducten. De Consumentenbond is al 2000 malafide webshops op het spoor. 850 zijn er inmiddels offline gehaald. En op het eerste gezicht ziet het er heel goed uit. Hè. Het lijkt net een echte winkel. Er is veel zorg ook besteed aan de vormgeving. En toch is dit een nepwebsite. En dat kun je onder andere zien omdat hierboven staat niet home, maar er staat thuis. Dus het is gewoon vertaald, letterlijk. Ja, criminelen gebruiken vooral websites die al bestaan hebben in het verleden. En dat doen ze omdat dit soort websites hoger terugkomen in de zoekresultaten van Google. Dat is natuurlijk hartstikke slim, want dan krijg je meer bezoekers en dus meer betalende klanten en dus meer inkomen. We hebben het dan met name over webshops die kleding en accessoires aanbieden. Schoenen, gewoon kleding, tassen, zonnebrillen. En je kunt een nep webshop op een paar manieren herkennen. Je ziet hier bijvoorbeeld dat het website, dat het webadres helemaal niet klopt met het product wat je krijgt. Een autorijschool die schoenen verkoopt, dat is wel een beetje gek. Je kunt het ook zien aan het logo, het is hier e-shop. Het zegt verder niks zo, het heeft eigenlijk geen naam, dus het is gewoon een heel algemeen logo. Hier heb je bijvoorbeeld schoenen van oorspronkelijk €216 ruim. En die worden aangeboden voor ongeveer een kwart of een derde. Nou, dat is ook al een indicator. Nou, hier zie je bijvoorbeeld bij de privacyverklaring dat het ook zo slecht geschreven is. Dat kan gewoon niet kloppen. We zullen niet verkopen, te distribueren of leased uw persoonsgegevens niet aan derden. Maar als jij schoenen bestelt op autorijschoolabi.nl, dan ben je toch gewoon een beetje dom? Dat vind ik wel een beetje makkelijk. Kijk, natuurlijk is het zo dat je lont moet ruiken als je zo'n rare site tegenkomt. Maar tegelijkertijd is het ook zo, dat geldt niet voor alle gevallen. Kijk, er zijn bijvoorbeeld deze website, die heeft adidasschoenen.co.nl als webadres. Ja, dan zou je toch denken, hé, dat is een legitieme site. Maar ook dit is een nepwebsite. Dit zijn praktijken die geen ander doel hebben dan consumenten op te lichten en zijn geld uit de zak te lopen. En dat moet gewoon stoppen. En wij hebben dit nu gedaan bij deze 2000 websites. Er zijn er nu 850 offline. Maar er is ook een rol weggelegd voor de hostingpartijen en ook voor de overheid. En wij vinden ook dat die meer moeten doen om dit te stoppen.